We hadden als doel om uiteindelijk binnen de 3 jaar richting de landstitel te gaan. Binnen de 3 jaar een Euroleague team bij elkaar te brengen. Dat is ons reeds gelukt na jaar 1. Dus ik denk dat dat dan een enorme prestatie is geweest. Ik denk dat het nu aan ons is om te gaan bevestigen. Vorig jaar hadden jullie de dubbel. Stel dat je het maar met 1 van de 2 titels moet stellen, dit jaar beker of het kampioenschap. Zou je daar tevreden mee zijn? Nee, ik denk dat we een team hebben samengesteld om voor prijzen te spelen. We hebben in de Euroleague een aantal zeer correcte wedstrijden gekend, maar weten we ook wat dat verliezen is. Ik denk dat dat iets is wat dat heel vaak een kleine, een zure nasmaak heeft. En dat is iets wat je sowieso gaat proberen te vermijden.